Oh, je gooit hem ook echt snel. Ik was het wel. Ik warm hier, ik hou man hier en ik ga dus. Maar neem eens Gökhan Bey, hier aan warm. Yo mensen, wat ben je dit? Wat? Je hebt een beetje veel tegenlicht. Ah, thanks. Wacht even, ik fix het. Yo mensen van mijn kanaal, het fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Harm en ik ben hier vandaag met Naomi. Hey! Hallo. We zijn natuurlijk nog steeds in Turkije, in Istanbul. Ik kan het me nog steeds niet beseffen. Thanks to trouwens voor de uitnodiging, is een vette game. Linkje staat in de beschrijving. Ik ga even weer draaien op doen. Hallo Istanbul! Niemand geeft een fuck, helaas. Oh ja, trouwens, onze hotelkamer is echt één dikke bende. Niet op letten, het is allemaal Naomi haar schuld. Het is niet mijn schuld. Dat is Naomi haar schuld. Het is niet mijn schuld. Wacht, ik zie mezelf trouwens, wacht. Wauw, wat ben ik mooi! Hey, wat ben ik mooi! Wacht. No way. Yo, check die puist op mijn hoofd! Check dat! Naomi, alsjeblieft, fix het. Please fix het. Ik heb wel iets voor je. Echt? Ja. Echt? Ja, echt waar. Voor dit? Ja. Is dit überhaupt te fixen? Denk het wel. Oké, nou, wat het ook mag zijn, ik wil wel mooi zijn voor mijn vlog natuurlijk. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. We gaan eerst even je gezicht nat maken met warm water. Ja. Zo, mijn hoofd is nat. Nu ga ik dus spul op je hoofd smeren. Je smeert spul op mijn hoofd, oké, okay, duidelijk. Het is tegen puistjes. Tegen puistjes? Oké, okay, zijn we top. Mijn hele hoofd wordt ineens koud. En nou moet je het even weer afspoelen met water. Hey. Ja. Oh nee. Nou. Ik voel me helemaal fris nu. Ja. Zijn de pijsjes al weg? Nee. Naomi, smeer het maar op mijn gezicht. Okay. Ik weet niet wat het is. Wat is dit nou weer dan? Ik heb een klein masker. Een masker? Blauw. Weet je hetzelfde masker als Jeroen of zo? Nee. Okay. Dit is speciaal tegen pijsjes. Oh, wat vies. Voor wie wat is? Wat smeer je op? Ik ben blauw, man. Ik ben een smeur. Wat de hek, man. Wat ben je aan het doen? Het is wel intiem, hè? Toch? Jij en ik, in Turkije met z'n tweeën. Maskertje op mijn kop. Gatser! Oké, Naomi, ik haat je. Ik haat je echt. Tjonge, jongens. Ik zie er toch niet uit, Naomi. Zo wil ik toch niet op internet. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit film. Het is gewoon geinig. In ieder geval, het masker is keihard geworden. Ik kan mijn gezicht niet veel meer bewegen. Ik wil het wel, maar het gaat een beetje lastig. En ik ga het nou even afspoelen. We gaan weer eten. Dat is zo mooi als je op reis bent. Eigenlijk gaat alleen maar eten. We hebben nu dit als voorgerecht. Ziet er lekker uit. Ik ga jullie lekker jaloers maken met het eten. Ik ga wel even een hapje proeven op camera, hoor. Ik ben wel benieuwd. Ja, sorry, ik heb jullie erg jaloers gemaakt. Maar ik doe er nog even een schepje bovenop. We hebben een heerlijke cappuccino. Oh, dit kan niet beter, dit kan niet beter. Het is echt verschrikkelijk vettig, maar het is zo kapot lekker. Het is zo dom. We hebben 3 gekregen, maar we zijn met z'n tweeën. Hoe moeten we dit delen? Kom, we gaan steenpapier scharen. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Yes, ik mag dik worden en jij lekker niet. Kijk eens, ah jongens. You're the man, bro. You're the man. Ongemakkelijk, heerlijk. Ik wilde jullie niet meer jaloers maken, maar hey, ik doe het toch weer stiekem. Heerlijk, man. Heerlijk. We zijn er eindelijk aangekomen. Oh, dit is wel spannend hoor. Het gaat natuurlijk om Zula. Zet ook gelijk even de link in de beschrijving als je de game zelf even wilt checken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden namelijk. Ik neem even over hoor. Kijk, kijk, hier is het allemaal gaande jongens. Hier zijn ze dus tegen elkaar aan het battelen. Dit team tegen dat team daarachter. Intense concentratie. Je hoort er helemaal niks van wat ik zeg man. Dit is blijkbaar een Europees team en dit is een team van Brazilië. Besef dat die gasten helemaal uit Brazilië komen hè. Om dit spel te spelen, dat is best wel insane. Ja, ik ga dit spel dus sowieso binnenkort op mijn eigen kanaal doen. Lijkt me heel erg vet om te proberen. Maar hier, check deze ruimte, jongens. Dit is echt insane, man. Wat is hier gaande? Al deze PlayStations hier dan. Hier is binnenkort ook een soort van afterparty. Daar zijn we ook zeker bij aanwezig. Er gaan dan zeker biertjes geopend worden. Dat weet ik nu al zeker. Hey, ik ben thuis. Oh ja, racestoelen erachterin. Ja, dat kan nog wel niet erger. Dit is toch niet normaal, hè? Ze schreeuwen nog, want Naomi schrikt er steeds een beetje van. Maar ik ben het heel erg gewend. Ja, maar jij schreeuwt zelf ook altijd. Ik schreeuw zelf ook altijd opnames. Als je intens in een spelletje zit, dan ga je. Wij gaan even genieten van al die teams die tegen elkaar strijden. We kunnen zelf natuurlijk ook wat spelletjes spelen. Super chill, dus dat gaan we nu even doen. Wat wil jij doen, Naomi? Ah, ja, racen. Volgens. Ik schrok ook best. Nu schrok ik schrok op echt, had ik niet verwacht. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik heb geen. We draaien
Doe eraan. We zijn weer op de straat, we hebben ons even omgekleed. Want ja, zoals jullie zien, het is een beetje bewolkt. Het is natuurlijk geen zomer hier in Turkije. Ook al loop je er heel zomers bij, het is niet eens super warm. Het is rond de 17, 18 graden. Nou, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook elke dag, hè. 17, 18 graden, makkelijk. Okay. Soms had ik Nederland echt. Naomi heeft een dennenappel gevonden, ik wil ook eentje. Kijk, ze zijn wel groot. Weet je wat ook groot is? Mijn ego en mijn carrière. Ik vind ze heel erg mooi. Oh, je gooit hem ook echt snel. Ja, wat? Ik warm hier, ik hou man hier en ik had dit. Maar nee, moet je gaan bieden hier aan warm. Oh man hier en dit. How are you a subscriber? Hier, 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 ik had dit. What? It's poison. It's poison, yes? Yeah. It's for YouTube, man. You're on YouTube. Lira. In Turkije hebben ze natuurlijk de lira. Ik heb dus helemaal geen geld bij me, omdat alles hier wordt vergoed. Dus ik heb helemaal geen geld nodig. I don't have money. I'm broke, man. Sorry. Maybe we have something. Wait. Yes? It's a lira. Yeah, bro. We zijn CGM onder. Ja. Absoluut. I gave you money. The only thing you have to do is subscribe to my YouTube channel. Do you know YouTube? YouTube.com/HarmNL. Mijn nieuwe URL, HarmNL. Ik heb een nieuwe gekregen. Hey, see you later. Oké, nou ben ik weg hier, want hij begint te schreeuwen. Ik vind het eng. Ja, oké. Nou, we hebben twee van deze dingen dus. Alsjeblieft. Ja. Ik pak zelf ook even eentje. Ja. Weet iemand wat dit is? Laat het even weten als je het weet. Nou, proost. Het is best wel oké, maar het is alleen een beetje zuur. Proef maar. Kom op, we moeten een challenge doen voor YouTube. Lekker. Yo. Oh. Nou, daar zijn we weer. Ten eerste was het echt koud buiten. Ten tweede waaide het echt kapot hard. Dus ja, we besloten gewoon maar weer terug te gaan. Het is trouwens ook donker geworden. En Naomi en ik vonden echt iets leuks in onze kamer. Dit. Ja. Het zat achter het bed. Kijk, hierachter zit er nog één. Dus dat trek ik er even weg. Sloop mijn bed maar. Zo. We hebben nu twee van deze dingen. En jullie weten al meteen waar het over gaat. Wij gaan natuurlijk vechten. Dit lijkt me dé manier om Naomi een beetje te versieren. En een beetje close in elkaar te worden. Super slim natuurlijk. Ja, dit zou moeten lukken. Dus ik ga er gewoon helemaal verrotten. Ik wilde zeggen, ik ga de frat slaan, maar zij begint al. Onze hotelkamer is trouwens nog steeds echt een bende. Maar dat komt dus ook vooral omdat wij dus beide denken van, joh, we zijn hier maar een paar dagen in Turkije. Dus waarom zouden we onze koffer helemaal gaan uitruimen in deze kast hier? Ik denk dat heel veel van jullie zo denken, gewoon lekker simpel. Laat die koffer lekker staan en pak eruit wat je nodig hebt. En voor de rest is het een bende. Maar goed, voor nu. Ah! 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 Au! Kijk jongens, ze is aan het genieten. Je hoort haar lachen. Ik denk dat dit de manier is om een meisje te versieren. Oh, oh. Waar raakte ik je? Oh. Op je teeth. Ja. Nou jongens, dat is misschien wel iets te snel allemaal. Vrede. Vrede? Ik wist het. Wat ben jij emotieloos zeg. Auw, zo'n mooie dag met je gehad. Kei met je gevochten, je half kapot geslagen. En dan nog steeds wil je zeggen dat je geen enkele gevoelens voor me hebt. Klopt. Mooi geweest. Ik heb geen reden meer om hier te zijn. Nee, niet doen. Geef me eens één reden dit niet te doen. Eén reden. Hè? Stop, stop. Wie gaat er dan vloggen? Oh ja, goed argument. Goed argument. Ja, kom maar terug. Er zitten trouwens mensen beneden te kijken, jongen. Ja, laat die mensen. We gaan eten, doei. Ik heb geen zin om dat te filmen, omdat we al de hele dag eten filmen. Snap je? Dus het lijkt net alsof we de hele dag door eten, maar dat doen we niet alleen, dat is gewoon leuk om te filmen. Als je gaat eten is gewoon altijd gratis content. Oké, we moeten deze vlog nog even opvullen, dus we gaan even een Q&A doen. Ik heb op Twitter gezet dat jullie vragen konden stellen en ik kreeg heel veel vragen binnen, dus we gaan ze even doornemen. Zijn jullie wenkbrauwen samen groter dan die van Jeroen? Onze wenkbrauwen samen, zijn die groter dan die van Jeroen? Nou, denk ik niet. Zijn wenkbrauwen zijn denk ik zo ongeveer, hè? Dat is ongeveer vier keer onze wenkbrauwen, denk ik. Die van hem is ongeveer zo. Oh, nee, zo. Dit is een pikkie. Dit is een pik, inderdaad. Pinkie. Nee, dit is een wenkbrauw ongeveer. En dit is een pik. Nou, ik zie ook meteen de vraag, zou je Naomi doen? Ja. Ja, ik zou wel verkeering met haar willen. Maar ja, ze wil nog steeds niet. Oh, ik voel me echt raak. Waarschijnlijk omdat ik een paar pilsjes gehad heb, jongens. Oeh, het is wel lastig zo'n Q&A, man. Nee, maar for real, die vragen krijg ik zoveel. Ik heb echt de helft van alle vragen gehad over deze vraag eigenlijk. Ja, hebben we nou wat? Hebben we nou een relatie of niet? Ik had nou even serieus. Hebben we nou een relatie of niet? Nee, we hebben geen relatie. Nee. Ik zou het op zich wel oké, leuk vinden. Maar Naomi is er nog niet klaar voor. Nog steeds niet. Het gaat waarschijnlijk nog even duren. Wat is tot nu toe jouw hoogtepunt geweest in jouw carrière? Ja.
Ja, oké. Eigenlijk geen veel idee. Ik denk dat serieus dit uitje, wat ik echt letterlijk gratis krijg, wat mij helemaal niks kost. En waarvoor ik zelf ook nog betaal krijg ook. Eerlijk is eerlijk, ik ben gewoon eerlijk tegen jullie. Maar ik denk dat dat wel een van de hoogtepunten is, for real. Nou, dat is wel een van de hoogtepunten van je carrière. Want ik bedoel, het is zo chill dat je zoiets gratis krijgt aangeboden. Gewoon dat ik uit de niks in Turkije in één keer zit. Is je liefde voor Naomi even groot als de wenkbrauw van Jeroen? Nou, ik bedoel, ik vind je wel knap en ik ben best wel verliefd op je. Maar die wenkbrauw van Jeroen, die zijn zo belachelijk groot. Zou je ooit een hater slaan? Nou, zou je ooit een hater slaan? Nee. Ik wel. Als iemand zegt van, jouw video, zou je zijn k***? Zou ik zeggen van, deze fight vind ik bad! Hoppakee! Geef elkaar een cijfer, wat vind je van elkaar? Ik geef jou een 10, maar dat wist je ook al. Wat krijg ik? 6je? Ben ik een 6-waardig? 5,5. 5,5. Dat is er voldoende. Dat is er voldoende. Dus ik maak een kans bij je. Ja, dan heb ik ook een vraag. Als je een carrière op tv had, wat deed je dan? Ja, tering, veel geld verdienen. Nou, ik ben er best wel klaar mee. Ik doe nog één vraagje. Waar kan ik je merch kopen? Ja, ik krijg zo vaak die vraag, man. Ik moet binnenkort echt met merch komen, jongens. Ik vind dat jullie hebben een goed punt. Heel veel mensen willen mijn merch. Ik loop duizenden euro's mis, for real. Ik wil er binnenkort wel echt mee beginnen. En het zal waarschijnlijk heel veel tijd in zitten voor mij. Ja, ik krijg die vraag te vaak, dus ik moet er echt mee beginnen. In ieder geval, dit is wel een heel serieuze vraag, jongens. Dit was in ieder geval de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie hem vet vonden. Abonneer op mijn kanaal, zou ik heel erg vet vinden. Doe een duimpje omhoog. Dit is geen duimpje omhoog, doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer, jongens. Later. Later. It's a lira. Yeah, bro.